Goedemorgen. 8:15, donderdagochtend. We zijn er weer. Cardio, lekker. We gaan weer een cardio lesje met jullie doen. Het zonnetje schijnt in Uden. Wij hebben er weer lekker veel zin in. We hopen jullie ook. Superleuk dat jullie er weer bij zijn. Trouwens, hè, dat is altijd het allerbeste. Niet te lang lullen, werd mij ooit gezegd. Dus ik praat niet te veel. We gaan gewoon gelijk beginnen. We beginnen even lekker met de warming-up. Daar zet je de voeten iets uit elkaar voor de stretch, voor de squat stretch. En we gaan lekker diep zakken en we rekken uit. Dus duw. En die kant op. Maar niet uit. Lekker diep. En zijwaarts ga je omhoog en strek je je arm uit. Juist. Lekker diep in de benen zakken. Je voeten goed in de vloer duwen. Diep door. En maak jezelf lang. En rijk jezelf weg naar de zijkant. Doen we nog eentje? Oké, en los. Goed, we gaan de armen lekker losdraaien. Je strekt de armen naar voren of naar achter. Halverwege gaan we de andere kant op. Lekker. Oké, draai naar de andere kant. Juist. Je mag een beetje bewegen. Hè? Je hoeft niet stil te blijven staan. Een beetje je benen bewegen. Je mag ook een sidestep maken. Heel goed. En laat los. Oké. Even de stopwatch goed zetten. Dan gaan we door. We gaan iets breder in de benen staan. En we gaan naar de zijkant voor de stretch. Dus eerst laag, kom je omhoog. Dus je zakt diep. Omhoog en dan wissel je naar de andere kant. Tik je voet aan, buitenkant enkel. Hou je benen mooi recht. Dan pak je de stretch aan de achterkant van je benen. Dus duw en kom omhoog. Lekker diep. De lage rugspier rek je nu ook op, hè? Hou vast. Mooi. Nog eentje. En los. Oké, we gaan naar een lunge stretch. Je stapt naar voren. Helemaal lang. En stap je terug. En wissel je van been. Span je buik, je billen. En stap terug. Wissel. Maak je lichaam helemaal lang. En wissel. Helemaal uitstrekken. En wissel. Rechter of linkervoet voor. Lekker diep in het achterste been zakken. Laatste. En kom omhoog. Oké, we gaan de schouders losdraaien. Kleine beweging, puur voor je schouders. Van voor naar achter. En halverwege. Nu ga je de andere kant op. Draai lekker door. Voor de schouders, hè? Schouderbladen duw je naar elkaar toe. Blijf mooi een beetje bewegen. Juist. Even losdraaien, voel je, hè? Schouders, nek, spieren. Duw die schouders wel omlaag. Ook niet nog eens omhoog halen. En laat los. Oké, de laatste voor de warming-up. Even lekker een beetje joggen op je plaats. Lekker alles los. Zodat je warm bent. Om het de laatste half uurtje lekker met ons flink mee te gaan, hè? Mooi. Lekker los. Armen los, benen los. Gaan we zo beginnen. Met de workout. 50 seconden gaan we dadelijk lekker hard werken. Telkens 10 seconden rust om naar de volgende oefening te gaan. Heb je toevallig 2 gewichtjes bij je? Zet ze er vast neer. In halverwege ons blokje hebben we die nodig. Oké, de warming-up hebben we gehad. Wij doen die jas uit. Wij weten wat er gaat komen. Dus we gaan lekker met jullie beginnen. Zet de tijd aan. We gaan lekker naar een jumping jack. Ja, stap uit. In tempo ga je de hele les met Lisanne mee. Wil je nog iets kunnen, zoals ik, met jullie praten? Dan mag je ook met mij meedoen, hè? Oké. Kom op. Hou je niet in vandaag. Het is mooi weer.
Het is alweer donderdag. Dus knallen. Het is maar een half uurtje. Maar dan heb je weer lekker je hele lichaam getraind. Mooi. Los van de vloer. En versnellen. Kom. Op. Op. 10 seconden. Duw uit. Lekker versnelling. Laatste 5. 4. 3. 2. En laat los. Heb je de gewichtjes bij je? Pak ze erbij. We gaan squatten. En we gaan schuin indraaien. Juist. Voet onder de heupen. Zakken we diep. Dus diep. En rek uit. Zakken we diep. En duw het gewichtje over je heen. Zijwaarts. Schuin voor je. En strek je arm. Zak diep in de benen. En duw uit. Diep. Maak lengte. Mooi. Diep in de benen. Heb je geen gewichtjes? Dan maak je vuisten van je handen. En duw je zijwaarts je lichaam. Arm schuin voor je. Maak lang, hè? Oké, je bent er alweer bijna. Alright, kom op. Laatste. Zet je de gewichtjes weer weg. Gaan we naar een kniehef met zijwaarts uitlopen. Ja, met tempo of zonder tempo. Knie op, op en wissel. Dit mag, hè? En anders pak je het hopje, net zoals Lisanne doet. Wil je niet los van de vloer? Stap je 3 stappen hoog met de knieën zij. En weer terug. Juist. En anders met een heel klein hopje mag zeker, hè? Maar wil je niet springen? Dan kan je ook gewoon lekker met ons meedoen. Lift dan de knieën hoger om toch je hartslag omhoog te halen. 3 stapjes zij en weer terug. Juist. Lift de knieën. Kom op. Je bent er alweer bijna. Nog 3 seconden. Laatste. En laat los. We gaan om en om achteruit stappen voor een lunge. Handen in de taille. Voel dat je die schuine buikspieren aanspant. Beginnen we met het rechterbeen. Diep. En wissel. Lekker snel, hè? Want we zitten nog steeds in ons cardio gedeelte. Achterste knie naar de vloer. Diep. Bovenlichaam rechtop houden. Zakken we diep in de benen. Knijp in die billen. Voor jouw stabiliteit. Mooi. Ga door. Schouders duw je in je broekzakken. Achterste knie mag de vloer raken. Voorste knie voor de voet houden. Boven de voet. Laatste 10 seconden. Ga door. Nog eentje. En lekker los. We gaan naar een schaarbeweging. In tempo en anders zonder hopje. Tegenovergestelde arm en been werken. Dus duw. Hou vast. Juist. Stap naar achteren. Arm tot schouderhoogte. Been lekker naar achter. Span aan. Hou je bovenlichaam rechtop. Kom los van de vloer. Als je hard aan je conditie wil werken. Kom aan. Zonder hopje natuurlijk werk je ook aan je conditie. Zeker weten. Ga door. 10 seconden. Laatste 4. 3. 2. En laat los. Oké, dit rondje doen we nog een hele keer hetzelfde. We beginnen weer met de jumping jack. Lekker snelheid maken. En dan gaan we door. Oké. Op. Arm omhoog is hartslag verhogend. Been lekker zij uit. Als je wil met een hopje. Lift je arm lekker hoog. Hiermee verhoog je je hartslag. Stap zij, hè? Oké, kom op.
Je mag gaan versnellen. We zitten nog steeds in het cardio stuk. Lift je arm. Zijwaarts je been. 15 seconden nog. Mooi. Hou vol, hè. Kom aan. 5 seconden. Ga sneller. 4, 3, 2. En laat los. Heb je gewichtjes? Pak ze erbij. Heb je ze niet? Maak stevige vuisten. Squatten. En arm omhoog. Iets voor je uitduwen. Dus diep. En uit. Diep. En duw. Mooi. Kom aan, hè. Rechtop met je bovenlichaam. Diep in de benen. Zakken we dieper. En duw. Knak, knak. Kom aan. Hou je bovenlichaam rechtop. Strek uit. Diep in de benen. En duw jezelf vanuit je voeten omhoog. Hè? Kom aan. 5 seconden nog. Mooi. Laatste. Zet de gewichtjes weg. We gaan naar die kniehef. Met een zijwaarts hopje. Wil je niet springen? 3 knieliften zijwaarts. Dus 1, 2, 3 en terug. Yes. En anders ga je lekker in een hopje met Lisanne mee, hè? Ah, vast. 3 hoge knielifts als je niet hopt. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kom aan. Mooi. Gaat je hartslag al omhoog? Krijg je al een beetje zweetdruppeltjes? Zo niet, power erop dan, hè? 5 seconden. 1. En laat los. Goed, de volgende, de reverse lunge. Om en om naar achteren stappen. Handen in de taille, pak je buikspieren. Oké, starten we met rechts. Links. Rechtop blijven. Mooi. Zak diep. Bovenlichaam rechtop. Knijp in buik, billen. Voor jouw core stabiliteit. Zakken we nog dieper als je kan. En sneller. Lekker. We gaan echt goed, hè. Hou vol. Diep. Zakken. Achterste knie mag de vloer raken. Mooi. 5 seconden nog. Ga door. Laatste. En los. We gaan naar de scissor. Armbeen. Lekker met snelheid. Oké. Let's go. Uit. Uit. Schouders laag houden. Neem je arm mee. Achteruit. Met je been. Je arm voor omhoog. Juist. Kom aan. Blijf goed ademhalen. Blijf je lichaam rechtop houden. Schouders laag. En ga gewoon door. Nog maar 15 seconden. Lekker. 10 seconden nog. 5, 4, 3, 2 en laat los. Nieuw rondje. Pak je gewichtjes erbij. We gaan voeten goed in de vloer zetten. Armen laag, maar ze gaan voor omhoog. Tot schouderhoogte. Lift je de armen voor omhoog. Span je buik en billen. Duw laag de schouders. Ga niet gooien. Dus niet als het zwaar wordt gaan wiebelen. Stabiliteit. Knijp dan nog harder je buikspieren en billen aan.
Mooi. Lift omhoog en laat zakken. Twee op en twee down. Juist. Knijp aan, hè. Heb je geen gewichtjes? Maak vuisten van je handen en duw je armen dan ook omhoog. 5 seconden nog. Eentje. En zet 7 weer neer. We gaan met de hakken naar de billen. In snelheid of iets minder snel. Kies weer jouw optie. Op. Ga je niet springen, dan neem je de armen lekker mee. Van voor naar achter. Maar je tikt wel met je hak de billen aan, hè. Op. Op. Juist. We gaan goed. Neem je armen mee naar achter. Ben je aan het jumpen? Tik ook met je hakken die billen aan, hè. Come on. Juist. Goed, Lisanne. Heel mooi. Come on, jullie ook, hè. Film het een keertje voor ons. Stuur het gewoon op Facebook. Of rechtstreeks naar ons. Mag altijd, hè. Wij willen het eigenlijk wel eens een keer zien. Toch? Ja, zie. Come on. Tik met je hakje billen aan. Nog 4, 3, 2 en laat los. Pak je gewichtjes weer. We gaan de armen zijwaarts brengen. Schouders laag, buik en billen aanspannen. Zij op en neer. Tot schouderhoogte lift je je armen op. Pak een rechte armen en dan zijwaarts tot schouderhoogte. Mooi. Blijf rechtop, hè. Duw die schouders omlaag. Goed je voeten in de vloer zetten. Kom op, nog 15 seconden. Ga door. Blijf je lichaam aanspannen. Als het zwaar wordt, lift je de armen iets hoger. Maar probeer je lichaam stil te houden. Nog eentje. Oké, zet de gewichtjes weer neer. We gaan naar een X-jump. We gaan om en om de tenen aantikken. Lisanne gaat met een hupje. Hoeft niet. Dan ga je alleen omlaag en omhoog. Maar wel snelheid maken. Juist. Met of zonder hopje. Tik aan. Goeie. Zakken in de benen. Hou vast. Tik die tenen aan. Of de buitenkant enkel. Maar ga omlaag. Met je bovenlichaam. Zak in de knieën. Kom op. 10 seconden nog. Mooi. 5 seconden. 4, 3, 2... En los. Oké, pakken de gewichtjes. We gaan naar een shoulder press. Ellebogen tot schouderhoogte. Alleen omhoog duwen. Dus duw uit en de ellebogen tot schouderhoogte terug laten zakken. Span je buik, je billen. Ga het niet uit je rug halen. Voeten lekker onder de heupen. Goed in de vloer zetten. En duw uit. Mooi. Ellebogen zakken tot schouderhoogte. Voel die spanning op je schouderbladen. Kom aan, die spieren zijn maar aan het trainen. Mooi. Hou die schouders laag. Je bent er alweer bijna. Nog 10 seconden. Span aan, hè. We gaan dit rondje nog 1 keer herhalen. Laatste. En zet de gewichtjes neer. Nee, sorry, we hebben ze vast. Oké. Wordt het nu te zwaar voor 2 gewichtjes, dan pak je 1 gewichtje en neem je met de knokkels vast en lift je de armen voor omhoog. Juist. Kom op, hè. Mag dus altijd met 1 gewichtje. Of met een bidon. Dan heb je er 2, net zoals Lisanne, pak je ze beide. En lift je je armen voor omhoog. Het kan dus ook met 1.
Knijp aan in buik en billen. Schouders laag houden. Mooi. Hou vast. Doen we nog 15 seconden. Lekker. Ga gewoon door, hè. Laatste 5 seconden. Ga door die verzuring heen. Maak je spieren sterk. Nog eentje. Oké. Zet de gewichtjes even iets opzij. We gaan met de hak naar de billen. Lekker voor de snelheid, voor jouw conditie. Met Lisanne, met een hopje, zonder hopje, ga je met mij mee. Maar je neemt wel je armen mee, hè. Kom. Tik aan die hak naar de billen. Juist. Schouders laag. Blijf in beweging. En tik aan. Hou vast, je bent goed bezig. Halve minuut nog. Kom op. Tik aan, tik aan. 20 seconden. Versnellen mag. Neem je armen mee. Tik aan, kom aan. Hou vast, nog 10 seconden. Laatste 5. Laatste 4. 3, 2 en laat los. Pakken we de gewichtjes er weer bij. Voor de side raises. We gaan de armen zijwaarts liften. Schouders laag. Span aan. Komt ie. Zij op en neer. Op, neer. Hou spanning in buik en billen. Wordt het nu te zwaar, mag je ook om en om. Als je een gewichtje hebt en het wordt te zwaar, niet stoppen, om en om mag ook. Hou je lichaam rechtop. Je lift of beide armen tegelijk, of om en om één arm. Juist. Knijp in buik, billen. Hou vast. Schouders in je broek zakken. Kom op, je bent er alweer bijna. Je hoeft nog maar 5 seconden. Yes, dit wordt zwaar. Maar ga door. Nog eentje. En zet ze weer even neer. Die X-jump. Om en om. Dus aantikken. Lekker diep in de benen zakken. En kom omhoog, hè, met een hopje. Met of zonder hopje. Tik aan. Zak in die benen. Yes. Mooi. En duw jezelf omlaag. Los van de vloer, of net zoals ik doe, met je voeten in de vloer houden. Maar wel doorzakken en snelheid maken. Hoe voelt deze? Wat ga je voelen? Ook in je hamstrings, hè? Kom op. Mooi. 15 seconden nog. Ga door. Kom los van de vloer voor die laatste 8 seconden. Nog 4. 3, 2 en kom omhoog. Pakken we de gewichtjes. Heb je er 1 of 2? Een shoulder press kan ook met 1 gewichtje. Schouders laag, pak de zijkanten vast en je duwt uit en komt dan weer terug. Dus uit en in. Duw uit. Heb je er 2? Ga je net zoals Lisanne doet, hè? Pak je er 2 vast. Ellebogen breed. En je duwt de gewichtjes naar elkaar toe. Hou vol. Schouders laag. Span je buik. En je billen. Met 1 kan ook, hè. Dan pak je de zijkanten. Blijf rechtop. Mooi. Duw uit. Duw ze iets naar elkaar toe. 10 seconden. Duw uit. 4, nog 3, nog 2 en laat los. We gaan naar het laatste blokje. We gaan lekker touwtjes springen. Met of zonder touw. Kan allebei. Lekker los van de vloer, 2 voeten. Of om en om, 1 voet. Neem je armen mee, hè. En los van de vloer, 1 of 2 voeten. Span je buik. Je bekkenbodemspier aanspannen. Kom aan. Neem je armen lekker mee. Blijf rondjes draaien.
Met het onzichtbare touw. Juist. Los van de vloer. Of wikkel je voeten af. Van teen naar hakken. Kom op, 10 seconden nog. Gaat goed? Wil je weten? Mooi. Hou vol, hè? Jullie ook, wij ook. 5, 4, 3, 2 en laat hem los. Goed, we gaan de aanhechting pakken van je lage rug met je billen. Je zet je voeten op de vloer, onder de heupen, handen in de taaien. En je gaat met je bovenlichaam omlaag en omhoog. Kijk, een meter voor je omlaag, anders word je helemaal duizelig. Dus duw die billen naar achter. Duw en kom omhoog. Achterkant van je benen, hè? Dus duw die billen achter omhoog. Schouders laag houden. Oké. Duw. 15 seconden. Hou je bovenlichaam mooi rechtop. Niet uitrusten nu, hè? Come on. Steek die billen achter omhoog. Kijk een meter voor je, dan pas omlaag. Denk aan de nekspieren. Nog eentje, sorry, nog 4. Oh nee, we hebben al pauze. Oh, we gingen te lang door. Goed gedaan. We gaan hinkelen. Je mag op 1 been, we doen 2 rondjes. Los van de vloer. Wil je niet los van de vloer, dan blijf je stabiel staan. Dat mag ook. Stabiliteit. Ja, dan kan je ook afwisselen door bijvoorbeeld weer 10 seconden mee te hinkelen. En dan zet je je voet weer vast op de vloer. Schouders laag. Neus in, mond uit. Lekker los. Kom op, hè. Heel goed voor je kuiten, voor je bovenbeen, voor je billen. Mooi. 15 seconden. Groen is tijd en rood is pauze. We gingen net gewoon in onze pauze door. Ik hoop dat jullie met ons meegingen. Super gedaan. Hou vast, hè. Nog 5 seconden. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En zet neer. We gaan de kuiten pakken. Voeten onder de heupen. Schouders laag. Handen in de taaien. Lift je hakken omhoog. En als je landt, heel langzaam neerzetten. Dus op en neer. En wil je de vloer niet meer raken... Hou dan constant spanning aan de achterkant van je billen. Er zit altijd een achterkant. En benen, de achterkant. En kuiten. Kom op, hè. Knijp aan. Duw. Op. Mooi, ga door. We zijn op de helft. Lift. Het gaat zomer worden, hè? Dus die kuitspieren mogen ook weer mooi getraind worden. Trek aan. Duw jezelf omhoog. Vanuit de vloer. Zachtjes neerzetten. 5 seconden. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En even los. De laatste. Dan gaan we deze ronde nog 1 keer helemaal herhalen. We gaan lekker sprinten op je plaats. In snelheid, hè. Hartslag omhoog. Kom. Op. Op. Kom aan. Neem je armen mee. Kom. Hop. Op, sneller, nog sneller. Je gaat jezelf voorbij. Je loopt iedereen voorbij. Kom aan, in die sprint. Zet hem in en hou hem vast. Voor de 30 seconden nog. 30 seconden sprint. Haal iedereen in. Hou vast. Kom aan. Neem je armen lekker mee, dan ga je nog sneller. Lekker los in die schouders. Juist, 15 seconden nog. 10 seconden. Kom op, kom op, kom op, kom sneller. Sneller. Nog sneller. 5, 4, 3, 2 en laat hem los. Laatste ronde. Alle 5 de oefeningen nog 1 keer. Weet je nog, we begonnen met touwtje. Touwtje springen. Oké? Let's go. 2 voeten of om en om 1 voet. Maar neem het touw mee. Beweeg. Lekker. Schouders omlaag, hè? Krijg je last van je schouders? Laat je de armen even los. Paar tellen. En dan draai je weer mee. We moeten ze sterker maken,
Je mag er doorheen gaan. Kom aan. Hou vol. Neus in, adem, mond uit. Probeer die twee voeten te pakken met je touwtje. Dat is makkelijker dan één. Hou vol, nog 10 seconden. 4, 3, 2 en laat hem los. A good morning. Voeten onder de heupen. We gaan met gestrekte benen en bovenlichaam naar voren. Handen in de taille. Oké. We zakken diep en op. Duw. Hamstrings, billen. Mooi. Duw. Je billen naar achter. Kijk, één punt. Ongeveer 2 meter voor je. Hou dat punt vast. Anders ga je duizelig worden. Mooi. Duw. Hou vast. 15 seconden nog. Duw die billen naar achter. Knieën lichtjes buigen. Duw. Nog 5 seconden. Nog 4, 3, 2 en kom omhoog. Mooi. We gaan enkel. Had je nu net het rechterbeen, pak je nu het linkerbeen. Of andersom. Probeer het vol te houden. En anders ga je staan, hè. Stabiliteit. Dit mag ook. Span je buik, je billen. Wil je lekker enkelen? Mag. Neem je armen iets mee. Wordt het te veel? Zet je je voet neer. Hou je dit 5 seconden vast. En dan ga je weer gewoon mee hinkelen. Kom aan, die kuiten, die billen, je conditie. We pakken het allemaal. Mooi. Hou vast, hè. Nog 20 seconden. Je zult merken dat je een voorkeurskant hebt. Eén been gaat jou makkelijker af dan het andere. Maar je hebt er 2. Allebei moeten we ze sterk maken en sterk houden. Dus ga gewoon door. 5 seconden. Niet meer stoppen nu. Pauze hebben we straks. Nog 3. Nog 2. En zet neer. Goed. We gaan de kuiten meteen pakken. Net heb je ze zwaar belast. Nu gaan we ze oprekken. Handen in de taille. Schouders in je broekzak en lift op en langzaam neer. Probeer de landing zo zacht mogelijk te houden. Alsof er brandend materiaal ligt en je snel weer omhoog wil. Op. En lukt het je om je hakken niet meer neer te zetten? Top, hè? Span ook je buik en die billen. En dan lift je je hakken van de vloer. Probeer die landing echt heel zachtjes te doen. 20 seconden nog. En dan gaan we al naar onze laatste oefening. Dan gaan we sprinten. Alles geven. Kom aan, hoe snel kan jij die sprint inzetten? En volhouden 50 seconden. Hier doen we nog 2 tellen. En laat hem los. Oké, de laatste. Alles geven. 50 seconden. Alles. Je hartslag mag echt hoog zitten. Zijn jullie klaar? Bij wel. Kom. Op. Op. Kom aan, kom aan, kom aan. Wie het eerst aan de overkant is. Yes. Lekker die snelheid. Kom op, kom op, kom op. Knieën iets los van de vloer. Of de hakken van de vloer. Hè? Knieën lichtjes buigen. Maar wel snelheid maken. Kom. Hop. Op. Op. Het is je laatste 30 seconden. Super. Ga er doorheen. Ben je moe? Dat mag. Dan hopen we dat je echt goed je best hebt gedaan. Nog maar 20 seconden. Dan mag je uitrusten. 15 seconden. Versnelling. Kom, 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 kom. Laatste 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En laat hem los. Goed gedaan. Even lekker de benen los. Pak even een stretch voor de kuit. Zet je rechtervoet naar achter. 1 lange lijn, hè, van hoofd, schouder, bil, kuit. Voel je weinig rek in je kuit, kom je met je hele lichaam naar voren. Dus hou je bovenlichaam rechtop. Pak je mooi die stretch in de kuit. Oké, kom omhoog. Pak je enkel.
Knie bij knie. Standbeen buigen. Hamstring stretch. Lukt het niet, pak je oorlellen. En los. Pak weer de andere kant. Zet je linkervoet achter. Ook nu ben je weer één lijn. Hoofd, schouder, heup en bil. Voel je weinig rek. Hele lichaam komt naar voren. Je rug blijft recht. Oké. Voel je dat je hartslag goed omlaag zakt? Dan is jouw conditie goed, hè? Blijf dus gewoon lekker met ons, met onze collega's meedoen. Hou het nog vol. Blijf in beweging. En zaterdag gaan we lekker fietsen met z'n allen. Oké, kom omhoog. Knie bij knie. Schouders laag. Bovenbeen iets naar achteren trekken. Mooi. Jullie mogen natuurlijk ook in het mooie Brabant komen fietsen. Hey. Oeh. We hebben een hele leuke route. Dus als je zin hebt, kom lekker naar Uden of naar Schuindel. 25 kilometer ongeveer. En we gaan lekker fietsen. Oké, vandaag goed gewerkt, hard gewerkt. Wij zijn trots op jullie. Tot maandag. Heb je het goed gedaan?